welkom op deze Zero Emission Experience. Een event georganiseerd door Transport Media, 100% gericht aan vlootbeheerders voor vans en trucks. Ja, want vandaag kunnen vlootbeheerders hier meer dan 20 zero-emissie voertuigen testen. Ja, en dat niet alleen. Er zijn heel wat leerrijke sessies met gekende keynote speakers. Absoluut, Maarten. Ik heb er heel veel zin in. En wij zijn erbij van op de eerste rij. Terwijl de Zero Emission Experience van 2023 nog over de grote vragen rond elektrificatie ging, was de editie van dit jaar veel meer gericht op het echte werk. Of beter gezegd, de elektrificatie van de bedrijfsvoertuigenvloot in de praktijk. 22 elektrische voertuigen, zowel bestelwagens als vrachtwagens, tekenden present op deze 2024-editie. 200 fleet management professionals uit allerlei sectoren kwamen ervaringen uitwisselen en testrijden. Net zoals vorig jaar was er ook de Zero Emission Truck Trophy 2024. Een prijs voor het bedrijf dat de meeste elektrische vrachtwagens inschreef in het voorgaande jaar. En die prijs ging naar de familiale groep Haalterman via zijn bedrijven Horeca Logistics Services en TMS. Het kocht vorig jaar 6 elektrische Renaults D-Wide E-Tech aan. Er is ook een gelijkaardige prijs in de categorie van lichte bedrijfsvoertuigen. Hier ging de prijs naar Sibelga met 80 nieuwe inschrijvingen. Dat is minder dan de 940 elektrische wagens van Bpost, maar het postbedrijf zou de prijs jaarlijks kunnen winnen, rekening houdend met de gigantische vloot in België. In deze special ontdek je de speerpunten van elk deelnemend merk. En terwijl Maarten zich gaat bezighouden met het van-segment, ga ik een kijkje nemen bij de trucks. Want er zijn maar liefst 7 truckmerken aanwezig die 1 of meerdere zero-emission voertuigen hebben meegebracht. En wij gaan nu alvast kennis maken met 3 van hen. We zijn hier vandaag op het Zero Emission Experience en we presenteren onze beide modellen. De ETM6, de 7,5 tons variant en de 19 ton ETA8. De ETM6, de 7,5 ton vrachtwagen, heeft op dag van vandaag een rijbereik van minimaal 200 kilometer. Is beschikbaar in 2 wielbasissen, 4,20 meter en 3,36 meter. Waarop dat de ETA8 beschikbaar is in 4,50 meter en 5,70 meter. Heeft een minimaal rijbereik van 250 kilometer. Beide modellen zijn ideaal voor stedelijke distributie en last mile delivery. BYD heeft de plannen om in Europa specifiek de modellen over te brengen die in China nu al 10 jaar bestaan. En dan spreken we over 26 tons voertuigen, 16 tons voertuigen, 44 ton trekkers die ze gaan implementeren in België ook. We hebben zeer positieve feedback gekregen op de testritten van vandaag en zeer constructieve antwoorden van de klanten ook. Dus we kunnen daar zeker mee verder werken. We zijn eigenlijk vandaag present met 2 voertuigen op de Zero Emission Experience, waar we zowel onze eActros 300 distributievoertuig als onze eActros 600 nog wel een beetje in prototype uitvoering voorstellen aan het geïnteresseerde publiek. Wij hebben ondertussen al een heel deel testritten uitgevoerd, zowel met de eActros 600 als ons E300 distributievoertuig. De reacties zijn zeer positief. Uiteindelijk dat de mensen kunnen zien dat de werkelijke autonomie van 500 kilometer met beladingsgraad haalbaar is in dagelijkse omstandigheden, of het nu goed of slecht weer is. Allee, de mensen zien dat we uiteindelijk met 500 kilometer autonomie een bruikbaar product krijgen voor heel veel doeleinden binnen de logistieke sector. En we zien dat eigenlijk nu bevestigd worden door zowel klanten als prospecten. Fuso tekende op de Zero Emission Experience present met 100% elektrische e-Canter. Deze city truck biedt een rijbereik tot 200 kilometer en dat in combinatie met een lage exploitatiekost en een hoog comfort. Beerman Motors is verantwoordelijk voor de invoer en distributie van het Fuso-gamma op de Belgisch-Luxemburgse markt en heeft een netwerk van ongeveer 35 verkoop- en servicepunten. We zijn vandaag hier met de Fuso e-Canter, een 7,5 tons uitvoering. Dit voertuig is leverbaar met 3 batterijpakketten en levert toch wel een autonomie van 200 kilometer op. Met de Fuso e-Canter spitsen wij ons vooral toe tot de last mile delivery. En daar is natuurlijk elektrificatie heel belangrijk in.
Fuso trekt zeker de kaart van de last mile delivery met hun gamma voertuigen gaande van 4,25 ton tot 8,55 ton. Een uiterst geschikt voertuig voor de last mile. En de nadruk zal vooral liggen op de elektrificatie van een volledige gamma. Ford Pro is een 100% elektrisch gamma in snel tempo aan het uitbreiden. Hier op de Zero Emission Experience kan je de e-Transit 2-ton komen uittesten. Een model dat trouwens binnenkort verkrijgbaar is als Extended Range. Maar er volgt nog meer. Vandaag op dit event stellen wij de e-Transit 2-ton voor, als ook gloednieuw de elektrische Custom in de volledig elektrische variant. En de verwachtingen daarvan zijn hoog gespannen. In 2024 hebben we van beide versies samen 500 voertuigen verkocht. En de ambities voor 2025 zijn om dat volume minstens te verdrievoudigen. Dus 1500 voertuigen in totaal. De elektrificatiestrategie van Ford, wij gaan daar volop in verder. De bedoeling is om inderdaad die markt volledig te exploreren en daarin ook marktleider te zijn. We zijn hier vandaag met de 2-ton en de 1-ton in volledig elektrische versie. Daar komt heel binnenkort, zoals recentelijk ook in Hannover voorgesteld, de Transit Courier. BEV gaat erbij komen. En dan verder in de elektrificatie andere varianten, plug-in hybrides, zowel op Transit Connect als op de nieuwe Ranger. Dus de toekomst is inderdaad elektrisch. Ook al zien we dat de markt momenteel een beetje aan het afnemen is, maar voor ons denken wij toch dat naar de toekomst toe die markt terug gaat groeien. We zitten niet alleen op voertuigen, we zitten eigenlijk in op het volledige ecosysteem dat eigenlijk klanten moet helpen om de juiste keuze te maken. Of zij eerder willen opteren voor een plug-in hybride dan wel voor een volledige elektrische variant. En vandaar dat wij met systemen zoals telematica en charging solutions werken die voor de klant die keuze moeten vergemakkelijken. De Iveco e-Daily heeft alles van de gewone daily, maar dan met een elektrische aandrijflijn. Robuust en flexibel aanpasbaar dus, maar dan lokaal uitstootvrij en 400 km rijbereik in de stad. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden van de e-Daily? Het is een vierde batterij voor ons 7,2 ton model. Zijladen, verschillende IPTO's, zowel laagspanning, hoogspanning als mechanisch. Sneller opladen, vanaf 3 batterijen tot 115 kW. Ten slotte, op vlak van services, hebben we een multimedia scherm dat groter is geworden. En achter die multimedia zitten verschillende applicaties en online websites die de vlootbeheerder en de chauffeur kunnen helpen met zijn routeplanning. Iveco heeft een duidelijke roadmap ontwikkeld op basis van 3 pijlers: waterstof, elektrisch en biogas. En Iveco is er dan ook van overtuigd dat deze 3 technologieën tezamen het wegtransport koolstofvrij zullen maken. Maxus biedt een bijzonder breed 100% elektrisch bedrijfsvoertuigengamma aan, met deze e-Deliver 7 als een van de nieuwste modellen. Hij biedt keuze uit verschillende batterijpakketten en heeft een rijbereik tot 370 km. Zeker te testen dus. Maxus stelt vandaag de e-Deliver 7 voor, beschikbaar in 2 batterijvermogens, zowel 77 als 88 kWh. Met die 88 kWh zijn we meteen ook uniek op de markt. Dat betekent dat wij een range hebben van 370 gecombineerd tot zelfs 542 in stedelijke omgeving. Zeer premium uitgerust ook en een laadvermogen van 1125 kilo. We stellen jullie vandaag ook in primeur de e-Deliver 5 voor. Die positioneren we naast de e-Deliver 7. e-Deliver 5 beschikbaar met een 64 kWh batterij. Goed voor 335 gecombineerde range tot 490 in stedelijke omgeving. Het rijbereik van onze Maxussen wordt trouwens berekend met een volle belading, wat dus eigenlijk overeenkomt met de realiteit. Maxus zet volledig in op die elektrische voertuigen. We hebben ook andere oplossingen, maar Maxus gaat eigenlijk echt voor elektrisch. De doelstelling van deze Zero Emission Experience is natuurlijk om vlootbeheerders voor te bereiden op de elektrificatie van hun vloot. Vandaar dat hier heel wat interessante infosessies zijn van leveranciers van oplaadpunten, elektriciteitsnetbeheerders, financieringsmaatschappijen en leveranciers van digitale oplossingen, waaronder Megacharge.
Axel, je bent General Manager bij Megacharge. Wat doen jullie exact? Wij maken snelladen gemakkelijk. We merken dat heel wat van onze klanten, actief in de logistiek of transport, vragen hebben. Ze moeten straks elektrificeren, dure wagen, dure infrastructuur. Wij nemen al die zorgen weg, zorgen ervoor dat zij terug kunnen focussen op hun core-activiteiten om zo allemaal vandaag rendabel en duurzaam te rijden. Dus dit is eigenlijk de ideale plek, die Zero Emission Experience, om jullie producten en nieuwe producten voor te stellen. Ja, we kijken er naar uit om, om veel mensen aan onze installaties uit te nodigen, dat ze de hele ervaring kunnen meekrijgen. De wagen is natuurlijk een belangrijk deel en ik denk dat er hier voldoende mogelijkheden zijn om te gaan testen. Maar we moeten de ecosystemen van het laden ook gaan meenemen. De business case werkt niet zonder beide. Dus vandaar dat we heel blij zijn dat we alle twee kunnen aanbieden. Dankjewel, Axel. Heel veel succes. En dan rest er ons enkel nog jullie hier ook heel veel nuttige, interessante contacten toe te wensen. Geniet van de Zero Emission Experience. En dat betekent dat wij ondertussen teruggaan naar het testparcours. Nous présentons aujourd'hui le tracteur de parc Elite de la marque Neotrucks. C'est le premier tracteur de parc 100% électrique issu de l'économie circulaire. Ça veut dire que ce véhicule a d'abord été un véhicule thermique pendant 4 à 5 ans. Il a roulé sur les routes. Là, nous récupérons ce véhicule au bout de 4-5 ans avec notre partenaire Renault Trucks et nous le transformons en tracteur de parc, à la fois au plan carrosserie, comme vous pouvez le voir, et en même temps en 100% électrique. Alors, le tracteur de parc, c'est un véhicule de manutention lourde qui permet aux industriels, aux gens de la logistique et du transport, de déplacer quotidiennement des semi-remorques sur un site privé, donc une plateforme logistique ou un site industriel. Alors vous pouvez rouler sur la voie publique pour par exemple aller d'un site A à un site B qui serait avec une très courte distance de quelques centaines de mètres dans une zone industrielle. Vous avez le droit de rouler mais vous roulez à 25 km/h donc vous imaginez bien que sur une route normale et ouverte ce ne serait pas pratique. We zijn hier vandaag op Zero Emission Experience in de Brabant Hall in Leuven. Renault Trucks is hier met zijn nieuwe Renault E-Tech en wij showcasen onze nieuwe trekker met een autonomie van 500 km met een korte tussenpauze. We willen verder ons gamma uitbreiden en transport gaan decarboniseren. Wij gaan van de 650 kilo cargo bike tot de 44 ton trekker en wij proberen zo stelselmatig verder het transport te decarboniseren. Dit voertuig is geschikt voor klanten die aan regionaal binnenlands transport doen. Wel, testrijders zijn vooral onder de indruk van de performantie van de truck. Dus een truck met heel veel beschikbaar vermogen, maar evenzeer de stilte in de cabine, wat dat eigenlijk leidt tot zeer comfortabel rijden. Ook op deze editie is DKV Mobility aanwezig om in te zetten op zero emissie. En ik mag de sympathieke Lien Driegen een aantal vragen stellen. Lien, inderdaad, hè, jullie staan hier met DKV Mobility. Maar wat willen jullie de vlootbeheerders vooral meegeven vandaag? Wel, vandaag gaan wij vooral proberen om een beetje meer info te geven over wat heb je eigenlijk nodig of wat moet je weten om je vloot te kunnen omturnen. Om natuurlijk ook wat meer info te geven over wat wij aanbieden hè, met de DKV-kaart, waarbij dat je 100% acceptatie hebt voor het publieke netwerk, inclusief Tesla. En dan natuurlijk ook de laadpalen hè, op de sites of bij medewerkers thuis. Daarnaast vooral ook hè, het analytische gedeelte, waarin dat je in onze DKV-cockpit echt wel alles er kan uithalen aan analyses en wat je eigenlijk moet weten over je vloot. Dus zero emissie is echt een hot topic bij DKV Mobility. Ja, absoluut. Wij zijn sinds x aantal jaar toch ook wel enorm geëvolueerd in e-mobility. Enerzijds met dat publieke netwerk, maar toch ook wel met onze eigen laadinstallaties. En wij willen daarbij vooral ook wel adviezen geven met de ervaringen die we hebben van bij klanten. Maar anderzijds toch ook wel gewoon de inzichten die we kunnen geven in de vloot. Wat wordt er verbruikt? Wat gaat de overheid daarin doen? En dat we die daarin ook een stukje kunnen echt wel gaan helpen en ondersteunen. Dat is klaar en duidelijk, Lien. Dankjewel. Nog heel veel succes. We hebben vandaag heel wat trucks en vans aanwezig, maar ook heel wat dienstverleners en jawel, zelfs opbouwers. En daar willen we kennis mee maken. Dus we zijn hier met onze Sortimo SR5 inrichting, de laatste generatie van onze inrichting die volledig in aluminium is. We hebben die ontworpen in volledig aluminium om twee redenen. Enerzijds omdat die tot 25% lichter is dan onze vorige generatie, wat dat ervoor zorgt dat een voertuig, een elektrisch voertuig, verder kan rijden of meer kan laden en daarnaast ook minder verbruikt.
Tweede reden is, het is 100% recycleerbaar, omdat we gebruiken luchtvaartkwaliteit aluminium. En een bijkomend voordeel is dat deze inrichting sterker is dan de vorige, omdat we tot 100 kilo op een legbord kunnen laden, tot 90 kilo op een schuif, wat er ook voor zorgt dat er opnieuw meer kan meegenomen worden. Sortimo streeft naar zero emissie door tegen 2030 CO2-neutraal te zijn voor 80% van alle productie. Dat doen we enerzijds door in Soesmarshuizen CO2-neutraal te produceren door middel van zonnepanelen op het dak van onze fabriek, maar ook door onze inrichtingen op zo'n manier te produceren dat deze 100% recycleerbaar zijn. We zijn hier vandaag aanwezig op de beurs met twee voertuigen, twee elektrische voertuigen uiteraard, waarvan één Volkswagen ID. Bus en een ander voertuig is de Ford e-Transit. Wij bieden vandaag oplossingen aan. De gekendste oplossing is uiteraard nog altijd operationele lease, waarbij wij onze klanten volledig ontzorgen van alle componenten die met een bedrijfsvoertuig kunnen te maken hebben. De strategie is heel duidelijk, dus wij investeren volop in kennis, in expertise. We hebben een lab opgericht die volledig merkonafhankelijk, en dat is wel vrij belangrijk, te werk gaat. Merkonafhankelijk, dat wil zeggen dat die mensen, die vijf mensen die we daarvoor te werk gesteld hebben, die continu al 10 jaar lang bezig zijn met het testen van nieuwe technologieën. Allemaal alternatieve technologieën die vandaag de dag uitgetest worden. Al die info die wordt gedeeld binnen ons sales team, zodat onze vertegenwoordigers elke dag op de hoogte zijn van wat er speelt in de markt en welke nieuwe technologieën er allemaal bestaan. We staan hier vandaag met een e-daily. Die e-daily die hebben wij dan ook voorzien van een opbouw, een koelopbouw meer bepaald, van het merk Le Capitaine. En het is dan van het type Urban. Urban is een hyperlichte isolatie en die dan nog een kleine sustainable hint heeft dat je met recyclage van petflessen zit, een 200-tal die daarin verwerkt zijn. Vandaag biedt dat een zeer aangenaam laadvermogen, wat op elektrische voertuigen toch zeer belangrijk is. Naar zero emission hebben wij een strategie die er in bestaat, dat wij willen wereldleider worden op het vlak van koeloplossingen in een sustainable way. Dus Petit Forestier wil tegen 2030 de grootste aanbieder zijn wereldwijd van sustainable cooling oplossingen. Zowel op vlak van koelvoertuigen als op meubeltjes, containers, die we ook in het gamma hebben. En dat vooral in een rentalformule. Wij werken met verhuur, wij werken rond ontzorging. Wij willen onze klanten zich bezighouden met hun distributie. En niet met het voertuigmanager en alle zaken die daar rond zijn. Dus wij gaan ons zorgen op het vlak van technische aspecten, onderhoudsaspecten, maar ook administratief, verzekeringstechnisch en dergelijke meer. Intersticker is voornamelijk actief met het beletteren en wrappen van bedrijfswagens. Dus dat zijn bestelwagens, vrachtwagens. En hier zijn vandaag natuurlijk alle merken vertegenwoordigd met elektrische voertuigen. En ook de wagenparkbeheerders zijn hier aanwezig vandaag. Dus voor ons is dit natuurlijk een prachtige plek om ons bedrijf in de picture te brengen. We hebben natuurlijk geen groot wagenpark zoals de meeste hier wel hebben, maar wij zijn wel bezig met het milieu. En zo hebben wij een milieuvriendelijke folie, een ecologische printmethode om die folie te bedrukken. En zo dragen wij ons steentje bij aan het ecologische verhaal. Mercedes-Benz Vans stelt op de Zero Emission Experience deze nieuwste e-sprinter voor. Hij kan tot 440 kilometer rijden en hij wordt tegenwoordig geleverd met het geconnecteerde MBUX-systeem van Mercedes-Benz. Vandaag zijn we aanwezig met eigenlijk het vlaggenschip van onze elektrische vloot, zijn de e-sprinter. E-sprinter, heel modulair voertuig, namelijk beschikbaar in twee motorvarianten, eentje van 100 en eentje van 150 kilowatt. Drie verschillende batterijen die erin kunnen geplaatst worden, gaan van 56, 81 tot en met 113. En ook beschikbaar in een lengte 2 en lengte 3 en een hoogte 1 en een hoogte 2. Dus een zeer modulair voertuig met een zeer aanvaardbare WLTP-actieradius van 440 kilometer. En zelfs in de stad zelfs meer dan 500 kilometer. De strategie bij Mercedes-Benz Vans is heel duidelijk. We kiezen voor elektrisch.
Momenteel hebben we eigenlijk al voor alle brandstofvarianten van onze bedrijfswagens een elektrisch model, een elektrische variant. En dat wordt in de toekomst alleen maar meer zo. Op korte termijn komen we ook met het VAN-EA-platform, VAN Electrical Architecture. Een volledig nieuw elektrisch platform waar al onze middelgrote en grote bestelwagens opgestoeld gaan worden. Maar dat wil ook wel niet zeggen dat we stoppen met onze brandstofvarianten, want in sommige sectoren of regio's die daarom vragen, blijven we die nog altijd produceren voor hen. Maar kort en duidelijk, de toekomst bij Mercedes-Benz Vans is voornamelijk elektrisch. Dit is de International Van of the Year 2025, de Renault Master. Deze 100% elektrische e-tech versie biedt dankzij zijn aerodynamisch koetswerk een laag verbruik en een kilometerbereik tot maar liefst 460 kilometer. En ook deze Renault Kangoo e-tech Electric, die plaats biedt aan 5 personen, is van de partij. Le nouveau Renault Master que nous avons ici, e-tech 100% électrique, on est déjà très fiers de vous dire qu'il a été élu International Van of the Year 2025. Et ce véhicule est un tout nouveau véhicule avec une batterie de 87 kWh, pouvant atteindre 460 km d'autonomie WLTP. Et nous sommes également présents aujourd'hui avec le tout nouveau Kangoo Van e-tech 100% électrique en double cabine, qui est un tout nouveau véhicule que nous venons commercialiser et qui est homologué en 5 places. Et donc sa spécificité, c'est qu'il a une banquette arrière qui est rabattable et qui permet de ne pas faire de compromis sur l'espace de chargement. Alors, la stratégie de Renault en termes de zéro émission, déjà, c'est le fait qu'on a aujourd'hui toute notre gamme qui est 100% électrifiée. Et également, c'est le plan produit un petit peu de Renault. Je vous parlais tout à l'heure du Renault Master. C'est un véhicule qui a été développé sur une plateforme multi-énergie et qui est, en fait, ça veut dire qu'il va être prêt à accueillir les prochaines motorisations hydrogène de la marque Renault. Bij mij staat Hans Schenen, die de honneurs mag waarnemen voor Shell. Hans, het is niet de eerste keer dat we elkaar zien op een Zero Emission Experience. Jullie zijn er weer, een nieuwe editie. Dus dat betekent dat jullie daar ook heel erg op inzetten bij Shell, toch? Ja, inderdaad. Het is onze missie om bedrijven te ondersteunen bij een vergroeningsstrategie. Dus we zetten vol in op HVO, op bio-energie. Maar we zijn ook bezig met EV-oplossingen voor elektrische trucks. En dat is ook het verhaal dat we vandaag moeten vertellen. Je bent vandaag ook keynote-spreker. Wat moeten de vlootbeheerders vooral onthouden van jouw verhaal? Nou, ten eerste, diesel gaat duurder worden. Ten tweede, transporteur moet CO2 gaan besparen. En als derde is eigenlijk, je moet al je eieren niet in één mandje leggen als het gaat om schone brandstoffen. Wat vinden jullie vanuit Shell van deze Zero Emission Experience? Ja, ik vind het echt een heel goed gericht event voor fleet managers. Heel veel kwaliteit en ook een intiem samen is er mogelijk. Ja, dan wens ik jou natuurlijk nog heel veel succes. Dat betekent dat wij nu tijd hebben om ook nog de twee andere truckmerken te gaan ontdekken. Scania zit vol in op elektrificatie van de voertuigen. De ambitie van Scania is om eigenlijk tegen 2030 ongeveer de helft van het aantal verkochte voertuigen zero emissie te hebben, waar dat batterij-elektrisch een zeer groot aandeel in zal hebben. We hebben een zeer modulair product. We staan hier vandaag met 40R, maar we hebben ook motoren gaande van 210 kW tot en met 450 kW, beschikbaar in zowel de kleinste, de L-cabine, als onze grootste S-cabine. Met ook een batterijrange die we zelf in het eigen huis maken. De kleinste batterijen zijn 416 kWh en onze grootste batterijen zijn 728 kWh, waarbij we in een trekker-oplegger combinatie 500-550 km autonomie hebben. Het voertuig hier achter mij is geschikt voor klanten die regionaal of nationaal transport doen. Dit voertuig met een batterijcapaciteit van 624 kWh heeft een reële autonomie in een trekker-oplegger combinatie van een 3 à 400 km op één batterijlading. De mensen die vandaag al met dit voertuig hebben gereden zijn het unaniem eens. Het voertuig rijdt enorm stil, we voelt het niet schakelen, heeft enorm veel vermogen van zodra we de gaspedaal aanraken. En we kunnen ook heel eenvoudig terug energie recupereren om zo de autonomie weer te gaan verlengen. Het is dan ook niet voor niks de winnaar van de eerste onafhankelijke vergelijkingstest van batterij-elektrische voertuigen. We zijn hier op een prachtige locatie in Leuven op het Zero Emission Experience event. Drie voertuigen zijn hier aanwezig. De FM Electric Tracker, de FH Aero Electric Tracker en de FMX Electric 6x4 uitvoering voor wegvervoer. De verwachtingen zijn overtroffen. Wij hadden zeer goede commentaren verwacht, maar het is unaniem
bewezen dat elektrische trucks zijn echt een aanwinst voor de transportsector. Dit gaat een enorme vooruitgang betekenen voor de chauffeur op gebied van rijcomfort, stilte, trillingen, noem maar op. Zodanig dat hij zijn werkdag, laten we zeggen, veel uitgeruster gaat kunnen aanvatten en blijvend plezier hebben aan dergelijke voertuigen. Wel, wij ontwikkelen steeds verder. De technologische evolutie staat niet stil en we hebben recent aangekondigd dat we binnen afzienbare tijd eveneens voertuigen zullen aanbieden voor het lange afstandsvervoer. Tot 600 kilometer autonomie zonder bijladen, waardoor we opnieuw een extra deel van de transportsector kunnen bedienen. Stellantis Pro One is de overkoepelende bedrijfsvoertuigenstructuur van de groep, met in Europa de merken Citroën, Fiat Professional, Opel en Peugeot. Het volledige bedrijfsvoertuigengamma kreeg een flinke update, goed voor 12 nieuwe modellen. Tijd om er enkele te testen. Dit is de Citroën e-Berlingo met een vernieuwde batterij van 50 kWh. Ingenieus ingebouwd in de vloer, dus geen verlies aan laadvolume. Beschikbaar in twee lengtes en de kortste lengte heeft zelfs genoeg plaats voor twee Europaletten. Autonomie van 330 km en een trekkracht van 750 kg. Dit is de vernieuwde Peugeot e-Expert. De ideale partner voor de professional die mobiliteit zoekt in cv's. Hij heeft een autonomie van 350 kilometer en hij is ook beschikbaar in verschillende lengtes, maar ook in verschillende carrosserievarianten, bijvoorbeeld chassiscabine en planchercabine. En voor wat betreft de hoogte, 1,90 meter, dus dat kan in alle ondergrondse parkings. Dit is de vernieuwde Opel Vivaro Electric. Compromisloos rijden in de stad, maar ook op het platteland, grotere afstanden. De klant kan kiezen tussen twee batterijen, 50 en 75 kWh. En hij heeft ook heel wat ADAS equipment aan boord. Wat cijfertjes, tot 6,6 kubieke meter volume en een lengte tot 4 meter in het interieur. Dit is de vernieuwde Fiat e-Ducato. Hij heeft een vernieuwde batterij van 110 kWh, autonomie 424. Dat maakt hem ook de best presterende in zijn categorie. Door de nieuwe elektrische configuratie is er ook heel wat mogelijk nu voor wat betreft ADAS, rijhulpsystemen, maakt hem dan ook een van de veiligste. En voor wat betreft zijn werkpaardcapaciteiten tot 17 kubieke meter in het interieur en tot 1,5 ton laadvermogen. Dus het is normaal dat hij bijna de best verkochte auto is in de CV in de sector. We tonen hier op dit event dat Stellantis echt wel inzet op de elektrificatie. Maar vergeet niet, wij hebben ook zowel in medium als in large vans hebben wij ook modellen met de waterstoftechnologie brandstofcellen. Volkswagen Commercial Vehicles toont de veelzijdigheid van zijn 100% elektrische ID.Bus met twee bijzondere uitvoeringen, namelijk een koelwagen en een pick-up. En dat met looks die verwijzen naar de originele boelie. De Volkswagen ID.Bus Cargo blijft met zijn neo-retro-looks een van de meest opvallende elektrische bestelwagens op de markt. Bij zijn lancering in 2022 was hij enkel verkrijgbaar als gesloten bestelwagen met een laadvolume van 3,9 kubieke meter. Maar op de Zero Emission Experience toonde de Belgische invoerder naast een versie voor koeltransport ook een pick-up uitvoering met open laadbak. Daarmee toont de ID.Bus Cargo zijn flexibele karakter. En ook op technisch vlak is er vandaag meer keuze dan ooit. Op de IAA kondigde Volkswagen Commercial Vehicles onder andere een nieuwe basisversie aan met een 59 kWh batterij en een vermogen van 125 kW. Aan de andere kant van het spectrum is er voortaan een vierwiel aangedreven 4Motion uitvoering van de ID.Bus Cargo met een vermogen van 250 kW en een sleepvermogen tot 1,8 ton. Tot slot komt er ook een uitvoering met lange wielbasis met een 86 kWh batterij en meer laadvolume. Ja Maarten, ik was er vorig jaar al bij, maar ik moet toch zeggen dat ik ook dit jaar weer onder de indruk ben van het aantal gespecialiseerde en geïnteresseerde vlootbeheerders. En als ik dan specifiek ga kijken naar de vans die ik vandaag heb mogen testen, dan kan ik alleen maar zeggen dat het aanbod ongelooflijk groot is. Heel veel verschillende modellen, uitvoeringen en batterijcapaciteiten. Ja, en dat is misschien inderdaad ineens een heel interessante tip voor onze kijkers. Hou zeker ook die website van Transportmedia in de gaten, want daar zullen we uitgebreide verslagen van deze fantastische Zero Emission Experience nog publiceren. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.